Voor sommigen zal het niet als een verrassing komen dat raadslid Sun van Dijk overstapt naar GroenLinks. Maar daar blijft het niet bij, want Van Dijk, die nu nog een eenmansfractie in de gemeenteraad is, stelt zichzelf kandidaat als lijsttrekker. Voor wie de politiek wat minder gevolgd heeft, somt Van Dijk de afgelopen jaren in de raad nog even op. Nou ja, in een notendop, ik ben 4 jaar geleden in de raad gekomen voor een andere partij. Daar heb ik afscheid van genomen van die partij, omdat ik me niet meer kon vinden in de standpunten die landelijk ingenomen werden. Dus ik ben op eigen naam ben ik doorgegaan. Toen ben ik wel actief samen gaan werken met de fractie van GroenLinks in de afgelopen periode. Ja, en dat beviel zo ontzettend goed dat ik 2 jaar geleden lid ben geworden van GroenLinks. En we nog actiever samen zijn gaan werken in de zin van dat we eigenlijk gewoon als zijnde één fractie werken. Want we hebben ook de portefeuilles verdeeld met elkaar, dus we spreken ook namens elkaar. En dat bevalt zo goed dat we nu voor de volgende periode heb ik ervoor gekozen om mezelf te kandideren als lijsttrekker. Binnen GroenLinks is er een groot vertrouwen in Van Dijk. De huidige fractievoorzitter René Karens gaf in een interview zelfs aan dat hij Van Dijk een betere lijsttrekker vindt dan hij zelf. En dat typeert de GroenLinks-fractie in Schiedam volgens Van Dijk. Ja, dat is natuurlijk een ontzettend mooi compliment om te krijgen van de huidige fractievoorzitter en voormalige lijsttrekker. En ik denk dat het ook wel een beetje laat zien hoe wij binnen de fractie van GroenLinks met elkaar omgaan. Dus wat ik heel mooi vind om te zien binnen onze partij is dat het niet gaat om je eigen positie en om je eigen naam of persoon. Maar dat er echt gewoon met elkaar gekeken wordt wie is de juiste persoon voor welke positie. En ja, wij doen alles ook wel een beetje op basis van vriendschap. We hebben best wel een hele bijzondere fractie. En ik denk dat mensen dat ook wel zien in de gemeenteraad. Dat wij een heel sterk team zijn. Juist omdat we elkaar dingen gunnen en omdat we elkaar steunen. De leden van GroenLinks Schiedam moeten nog stemmen over het verkiezingsprogramma van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van aankomend jaar. Maar persoonlijk heeft Van Dijk wel wat punten die ze graag op de agenda zou zien. Als het aan mij ligt, gaan we in de komende verkiezingen, maar ook in de periode die eraan komt, ook heel veel inzetten op sociaal. Dus echt op de jeugdzorg, de zorg, de WMO, armoede, kinderarmoede, hè, wat op dit moment toch ook een groot probleem is in de stad. Ja, dat zijn toch echt wat thema's die kansengelijkheid bevorderen. En dat is eigenlijk in de volledige breedte. Ja, dat is wat mij betreft, voor mij persoonlijk, wel een van de speerpunten.